Goedemorgen, het is vandaag donderdag 21 januari en Guzik is al naar het werk en de vraag of de styling spray geholpen heeft de krul in mijn haar te houden is nauwelijks. Er zit wel een heel klein beetje in, maar de vraag is of ik na het borstelen nog iets overhoud. Ik zie altijd heel veel tips dat mensen dan met bijvoorbeeld een losse knot op hun hoofd slapen, maar als ik dat doe, dan is het nog erger, want dan wordt het gewoon één grote pluisbende. En dan zitten er juist allemaal slagen in die er echt niet in wil. Dus ik heb nog niet de manier gevonden hoe ik zorg dat het blijft zitten. Maar het is op zich nog wel oké. Ja, deze kant is jammer, hè? Hier achterin zit er nog wel eentje. Maar voorin zit helemaal niks. Maar we accepteren ons leven gewoon. Ik ga me klaarmaken. En ik kreeg allemaal reacties en ook allemaal berichtjes op Instagram dat er bij de kruidvat dus nu puzzels in de aanbieding zijn. En ik had dus mijn puzzel op de puzzelruilhoek van Veenendaal gezet. Maar niemand wil hem. En dat verbaast me niet, want ja, natuurlijk wel een mega anticlimax als je zoveel tijd aan een puzzel besteedt en je mist dus 3 stukjes in de hoek. Dus ik neem het ze niet kwalijk. Of ze houden niet van katten. Dat neem ik ze wel kwalijk. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Dus dan gaan we daar maar even kijken. Want ze zijn 4 euro, zei ze. Nou, dat is natuurlijk geen geld, hè. Dat kunnen we leiden. Ik zag zojuist dat Tijger op de kattenbak zat. En dat Trappy over hem heen liep. En op dezelfde kattenbak ging zitten. Tijger ging gelukkig wel door met waar hij mee bezig was. Maar ik denk echt... Deze kat heeft echt geen grenzen. Wat zit je nou met mijn vingertje te ruiken? Ik vind dat eng als je zo naar beneden gaat. Ga maar gewoon via de koelkast. Ah, dit is toch niet normaal? Dat zijn toch geen... Ja, ik kan hem dat ook niet afleren. Dit plukje is echt... Die heeft maar één doel in het leven. En dat is omhoog staan. Die wil niet deze kant op. En die wil ook niet deze kant op. Krijgt zo'n dosis haarlak op zijn donder. Maar ja, dus ik had helemaal met Tijger te doen. Want ik dacht echt wat arme beest. En het is al zo van de kattenbak moet heel schoon zijn en perfect. En dan gaat er een klein mormel bij je op de kattenbak zitten. Waarom is die kat zo? Jongens, ik neem het terug. Ondanks dat het niet echt krul meer is, zit er wel echt een lekker slagje in. En het ziet er gewoon goed uit. Dus ik ben toch wel echt heel blij. Ik heb een shirt met korte mouwen aan, dus ik ga wel even een jasje aandoen. Ik heb ondertussen een campagne reel gemaakt. Reel komt echt trouwens steeds meer ook bij merken, merk ik. Bij merken merk ik dat ik ervoor benaderd word of ik reels wil maken. En ik maak dus, mocht je dat nog niet doorhebben, op Instagram echt letterlijk iedere dag een reel. En op TikTok ook. Maar ik heb het idee dat heel veel van mijn volgers helemaal niet op TikTok zitten. Maar die plaats ik dus ook op Instagram. En ik merk dat ik dat zo leuk vind dat ik dus zelfs minder foto's plaats. Omdat ik gewoon helemaal opga in die in een reel. Ik vind het gewoon leuk. Gewoon hier die kleine sketches. Maar ook gewoon bijvoorbeeld vandaag heb ik dan voor dat merk een outfit reel gemaakt. En daar word ik echt blij van. Is dit een match? Ja, dit is wel een match. Ik ga denk ik lekker lopen. Want het zonnetje schijnt. Zachtjes. Niet heel hard. Ik ga nog wel een andere jas ook erover aan doen hoor. Wees me niet bang. Het wordt toch deze. Vind ik nog leuker. Die kattentunnel ligt hier nu. En daar gaan ze helemaal los op. Maar nu, normaal gesproken, ja, ik had hem een soort van een beetje opgeruimd. Want op een gegeven moment word je echt moe van dat ding. Want ze vinden het zo fantastisch. Maar het is ook wel hilarisch om te zien. Maar nu staat hij elke keer op de achtergrond. Ook met die video opnemen had ik er last van. Maar in ieder geval, dit is de outfit van vandaag. Nou jongens, het was hem weer eens niet. Ik heb het zelfs nog gevraagd. Ik zeg, ja, er zijn puzzels in de aanbieding, maar ik kan ze niet vinden. Ik zeg, oh ja, die hebben wij niet. We zijn maar een kleine kruidvat, dus we hebben niet alles. Nou, deze is wel het meest dicht bij mijn huis, maar het is ook de meest teleurstellende kruidvat. Altijd. Ze hebben nooit wat ik nodig heb. En als ik naar een ander ga, vind ik het wel. Ik zit heel erg te twijfelen naar een ander gaan rijden. Moet ik eerst weer naar huis lopen, dan de auto pakken? Nee, heb ik geen zin in. Heb ik gewoon geen zin in. Heb ik in ieder geval beweging gehad, weet je? Heel even, een luttele seconde dacht ik. Zal ik dan maar Golden Power gaan halen? Schoenmakertje. Al hebben dus vorige week. Nee, volgens mij dinsdag. Welke dag is het vandaag? Woensdag, ja. Ik heb dinsdag. Nee, het is vandaag donderdag. Ik weet het niet. Ik heb begin deze week de laatste op. Van mijn traceje.
En ik had het volgens mij uitgerekend. Want Birdie heeft er volgens mij in totaal ook een stuk of 6 op. Dus uiteindelijk heb ik er 18 op. In anderhalve maand. Nou, ik vond het zelf nog wel meevallen. Maar ik heb wel mezelf beloofd dat ik dan 2 weken even gewoon het niet zou doen. Dus, in plaats daarvan jat ik deze gewoon. Want die vind ik ook heel lekker. En het is wel de laatste. Ik zal hem niet helemaal opdrinken. Dan heeft hij nog wat als hij thuis komt. En ja. Ik heb wel echt heel fijn gehad. Maar ik moet zeggen, als het er staat, drink je het er wel meer. Dus het is wel goed om even gewoon 2 weken af te kicken. Gewoon niet. En daarna hoop ik gewoon weer terug te gaan naar 1 of 2 per week. Ik zie Birdie deze week ook niet. Dus het is wel de ideale week om het even niet te doen. Want ja, als ik haar wel zie, dan gaat het natuurlijk niet. Dat is logisch. Mijn moeder appt of ik vanavond kom eten. Ik moet nog wel het een en ander doen. Ik moet mijn zangles nog inzingen en opsturen. En, dat heb ik nog helemaal niet verteld, maar ik ben benaderd door Lizzie. En Lizzie is een business coach. En die vroeg mij of ik met haar het traject wil doorlopen. En dat traject is 1/2 jaar. En daarin gaat ze je dus leren. Nou ja, ik wil het goed uitleggen. Maar ik vind het heel moeilijk, want het is voor mij nog zelf ook nog wel een beetje dat ik denk... Maar ze gaat me dus leren om beter inzicht in mezelf te krijgen. Om beter doelen te stellen. En om die doelen smart te maken, waardoor je ze beter haalt. Met ook meer inzicht in jezelf. Dus dat. En het is een traject van 1/2 jaar. Waarin we elkaar volgens mij iets van 9 keer online gaan zien. En aankomende zaterdag is dus de eerste officiële les. En daar moet ik een aantal opdrachten of een aantal tests voor doen eigenlijk. Dus die wil ik ook vandaag doen. Kan eventueel morgen ook nog. Zit niet zo heel veel druk achter. Maar ja, ik bedoel, het vrijdag doen terwijl je zaterdag les hebt voelt echt een beetje zo van... Hoi, ik kom even last minute bij jou je lessen invullen. En ik ben echt gemotiveerd en ik vind het heel leuk dat ze mij benaderd heeft. Want ze biedt me dit gratis aan. Omdat ze dus mijn video's kijkt en omdat ze dacht... Wow, ik denk echt dat ik iets voor je kan betekenen. Dus ik ben heel benieuwd. Na 2 uur de boel bij elkaar zingen en een vlog voor morgen helemaal klaargezet te hebben, ga ik nu 1 test doen. En die ga ik lekker op de bank doen. Met het kleedje over me heen. Zo, ik ben wel een heel klein beetje mijn stem kwijt. En in principe doe ik dan iets fout, want dat is niet de bedoeling. Maar daar gaan we het morgen vast over hebben. Even kijken hoor, de eerste test. Oh, heel veel beeldscherm. Is de Big 5 test. Oké, ik heb dat soort persoonlijkheidstests nog nooit gedaan, dus vind ik echt wel heel interessant. Naar de test. Oké, dit is dus een test waar je moet invullen helemaal mee eens, helemaal niet mee eens en neutraal mee eens een beetje en een beetje niet, zeg maar. Oké, ik kan niet alles precies zien, maar even openheid voor ervaring krijgt een 22, dat is niet veel. Gewetensvolheid 79, sorry. Extraversie 53, meegaandheid 64, natuurlijke reactie 15, laag. Oké, dus ik ben traditionalistisch, nuchter, praktisch, behoudend, geeft voorkeur aan traditionele opvattingen, technische... Grappig, want daar vind ik me dus echt niet. Hè? Ik vind mezelf hier veel meer in terug dan daar, terwijl deze test zegt dus... Oké, gewetensvolheid hoog. Zorgvuldig, gedisciplineerd. Efficiëntie. Goed georganiseerd, houdt van nauwkeurigheid. Sterk plichtbesef. Dat klopt wel echt. Spontaan, ongeorganiseerd, geeft voorkeur aan flexibele plannen. Ja, maar ik vind mezelf ook wel spontaan. En ik hou ook wel van flexibele plannen. Of gewoon, ik ben heel flexibel van mezelf, dus... Ik herken me in alle twee op zich wel. Gemiddeld, oké, heerlijk. Dus ik ben en gereserveerd en vriendelijk. Dit is ook gemiddeld. Ik ben zowel zakelijk als meelevend. Ja, daar kan ik mezelf ook wel in vinden. Natuurlijke reactie is laag. Niet snel van slag in stress situaties. Ja, daar kan ik mezelf ook wel echt in vinden. Maar sommige dingen ook niet. Vooral deze niet. Die denk ik, hè? Oké. Ik wilde eigenlijk even hebben over je goede nieuws. Of mag het nog niet naar buiten? Nee, hè? Ah, dit is dan een... hoe noemen ze dat ook alweer? Cliffhanger. Ja, dank je. Ja. Dank je. Cliffhanger. Het heeft wel iets te maken met... Schrijven. Yay! Maar ja, meer kunnen we dus niet kwijt. Ik vind het een beetje tegenvallen. Nou,
Ik kan wel zeggen dat het ernaar uitziet dat ik een uitgever heb voor mijn laatste boek. Ja. Maar ja, voordat de contracten getekend zijn, hou je altijd de slag. Ja, tuurlijk. Maar... het ziet er goed uit. En is het weer een thriller? Nee, dit is een roman. Nou. En best wel romantisch. Ik vind het laatste boek, ik heb hem uit nu. Oh. Is wel degelijk... Het is een spannende roman. Het is een heel spannende roman. Ja. Oké. Okay. Dat vind ik wel. Nee, dat... Zitten... Suspense zit er altijd in. Ja, precies. Okay. Zit veel suspense in. En weet je wat me ook opviel vooral? Is dat ze zoveel dingen opschrijft waarvan ik dacht van... kom je erop? Ja, dat weet ik nog. Hele diepe gedachtes. Dat je denkt... Ik had dat bij... Hoe komt het dat een neerwaartse spiraal altijd sneller naar beneden gaat als de bovenwaartse spiraal? Dat is ook wel... Ja, dat kan niet, hè? Kan niet. Nee, maar ik weet nog, want Godriek vroeg aan mij, wat is je moeders favoriete boek? En ik zeg eerlijk, ik heb ze niet allemaal gelezen, omdat een aantal begon ik aan en was gewoon te eng. En dan kon ik gewoon niet meer slapen. Ja, deze niet. En, maar die ik wel heb gelezen is, nou moet ik de titel goed, ik val echt door de mand hier. Is Als de zon ondergaat, laat de zon niet ondergaan. Laat de zon niet ondergaan, precies. En die vond ik ook fantastisch en ik dacht constant, hoe kun je dit schrijven? Hoe kun je dit bedenken? Ja, hoe kun je dit ook bedenken? Dat heb ik dus ook. Ja, maar ja, ik kan daar wel heel gewichtig over doen, maar dat weet ik zelf natuurlijk ook. Het gebeurt gewoon. Het is je bent in de zone. Die heb ik aangeboord. Net zoiets als jij en met... En blijft maar... Ik met video's. Ja, met, met ergens een... staat ook gewoon op Martin, de bank. Je staat op de dingen van de bandjes. Net zoiets als jij met even reageren voor... kijken of je wat wint. Ja. Met boe, gebeurt ja. Gewoon, gebeurt gewoon. Soms voel je het. Ja. Maar Sophie, nu je daar toch bent... Oh ja. Daar zijn aardappels voor jou, want die eten wij. Holy kamoli. En chocola en witbrood. En dat mag je allemaal mee naar huis nemen. Moet deze nog afgebakken worden? Ja. Nou, lekker. Lekker. Zo, die kwam er heel hoog uit. Lekker. Lekker. Vooral deze. Oh, dit is een speciale collectie. Ja. Mop. Dat is wel jammer. Dat jullie mogen vaker gezond doen. Hallo. Hallo. I have a message from my parents. What? Because we can't come with the both of us. Because the rules changed. And they only can have one visitor now. Uh-huh. So they wanted me to tell you that you're very welcome to come without me. How am I gonna go there? I can drop you off and pick you up. What the fuck? I think I'll take that. And we already scheduled the skiing holiday for next year. Glad I was involved. October. Oh, this year. October this year. From 4 till 8. So I'm gonna go to Zanzibar. In Ardena. Zanzibar, Ardena, Thailand, Madeira. Yes. Okay. You don't need to work. Oh yeah, I forgot. You won the Euro Millions, right? No, you want clothes. We hebben het geld trouwens, of het, je krijgt het soort van te goed op het Boohoo-account, maar dat is er nog niet. En het was dus, excuses, $1,000. Dus het is uiteindelijk iets van, ze heeft het al wel gemaild van het is €830. Maar nog geen te goed, dus nog geen kleding. We don't have anything yet. Nee. Maar we gaan wel een video maken als hij besteld heeft met wat hij al besteld heeft. Want daar kregen we heel veel vragen over. Ik weet niet of het een aparte video wordt of gewoon in de vlog. Ik weet ook niet of hij alles in één keer moet bestellen. Maar dat lijkt me niet, want het was zeg maar... Zij noemden het een jaar gratis kleren. Nou ja, je gaat niet één keer per jaar voor €800 shoppen, toch? Ik in ieder geval niet. Dus ik denk dat het gewoon een tegoed is wat je dan langzaam kan afbouwen, hoop ik. Anders wordt het tijd voor een nieuwe kledingkast. Ik dacht om 9:30. Nou, een kort wasje kan nog wel. Die is altijd volgens mij... Ik dacht... Nou, voor een uur en een kwartier dacht ik. Maar het is nu al bijna 12:00. En hij draait nog steeds. Ik voel me nu een beetje schuldig. Ik weet niet of de buren het horen. Maar ja, het is toch niet echt een fijn geluid. Dus dat doen we ook niet meer. Dat hebben we weer geleerd. Nou doe ik het gelukkig eigenlijk nooit. Maar... Godriek staat onder de douche, ook terwijl de wasmachine aanstaat. Dat is ook niet zo fijn, want als hij dan water slurpt, dan wordt de douche koud. Dat had ik. Ik denk dat hij dat niet meer heeft. Want toen ik ging douchen, toen stond hij net aan. En nu staat hij al een tijdje aan. Dus, nou, goed verhaal. In ieder geval, ik kan hem denk ik ook niet meer in de droger doen.
Maar dat als ik dat morgenochtend doe, dan komt het hopelijk nog wel goed. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En vergeet je niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer bij de volgende video.